Peter hield van me, maar toch beschouwde hij mij als een indringster. In zijn huis en in zijn leven. Een lange tijd dacht ik dat hij me verachtte, dat hij op me neerkeek. En toch hield ik van hem. Le temps fouillé sans retour emporte nos tendresses. Loin de cet heureux séjour, le temps fouillé sans retour. Wat verwachten wij van de vrouwen? Kinderen? Hulp? Vrede? Plezier? Alles? Niets? Mooie ogenblikken. Oh. Ik kwam erachter dat Judith me in bed en daarbuiten niet beminde, maar bediende. Zoals ze dat ook vroeger had gedaan toen ze nog kamermeisje was en mijn kleren en schoenen verzorgde. Ik deed dan of ik het heerlijk vond om met hem te vrijen. Toen hij dat merkte, glimlachte hij alleen maar. Dat observeren van haar was niet meer dan het werpen van een blik die ik opving toen ik plotseling mijn ogen opende. Nadat ik ze op een teder intiem moment had gesloten. Soms bid ik voor hem. En als ik hem in de stad tegenkom, voel ik altijd een traan. Omdat ik inderdaad nog steeds van hem hou. Niet lang nadat ik me van Judith had laten scheiden, brak ook hier de oorlog uit. Waar ga je heen? Ik ga weg uit Hongarije. Waarom? Ik ben hier overbodig. Geleidelijk aan begint de eenzaamheid je te omhelzen.